Ja, dan was iedereen verbaasd, hè? Na die gemeenteraadsverkiezingen. Weten jullie dat nog? Ja, toen zeiden ze van, hoe kan dat nou, die lage opkomst? Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Kijk, Rutte, die zich dingen niet kan herinneren. Weten jullie dat nog? De kakelende Kaag, die loopt te blunderen. Noem maar op, de hele trage formatie sloeg helemaal nergens op. Alle blunders tijdens de coronatijd. En dan denk ik, en dan zijn ze verbaasd. Een lage opkomst. Ja, weet je hoe dat nou komt? De mensen die denken bij zichzelf, luister eens, als jullie ons niet serieus nemen, dan nemen wij jullie ook niet serieus. Mensen zijn niet gek. Nee. Mensen denken na en hebben daar dan geen zin in. En dan komen ze gewoon niet stemmen, punt. Nee. En dat wordt nu gewoon nog alsmaar erger. Want wat zien we nu? En nu hebben we Hugo de Jonge weer. Ja, hebben jullie het gevolgd? Nou, dan hadden ze aan die Hugo de Jonge gevraagd. Heb jij iets te maken gehad met die mondkapjesdeal met die verliende? Nee, daar heb ik helemaal niks mee te maken gehad. Ja, ja. En dan ga ik niet gelijk het woord. Ja, het is een soort van liegen, ja. Het is in ieder geval in gevecht met de waarheid. Laten we dat maar even zo zeggen dan. Hè? En hij zegt dan van, nee, ik heb er niks mee te maken gehad. Dat heeft hij al vorig jaar gezegd, onze Hugo de Jonge. En wat blijkt nou, onderzoek van de Volkskrant, die hebben allemaal appjes. En daaruit blijkt dat hij er wel mee te maken heeft gehad met die deal. Ja, en dus het wordt gewoon aangetoond in die appjes. En wat zegt onze Hugo de Jonge nu dan weer? Dan zegt hij, ja, met die suggesties in de Volkskrant, die kloppen niet helemaal. Jongens, dat is dus de tweede keer dan. Dus de eerste keer is het een soort van liegen van, ik heb er niet aan meegedaan. En nu zegt hij gewoon dat die dingen, dat gewoon niet waar is in die Volkskrant. Dat is een tweede keer een soort van liegen. Ja, nou ja, vrienden, kijk. En het kan best zijn hoor, dat ze in Den Haag denken van, ja, laat maar gaan. En dan komt die Hugo de Jonge hier ook nog mee weg. Dat kan ook allemaal waar zijn. Maar wat niet gaat gebeuren, dat is gewoon dat het wantrouwen in de politiek nog meer toeneemt. Dat nog erger wordt. Want straks zul je zien, bij de volgende verkiezingen, dan is de opkomst nog weer lager. En waarom? Omdat iedereen klaar is met de politiek.